Is Alkmaar er klaar voor? Heel succes! Dames en heren, we gaan aftellen. 3, 2, 1, go! Ja, dit gaat enorm gelijk op, hoor. Oh, we zien een kleine slag. Het zadel van Laurens ten Dam is weggezakt. Het gaat enorm gelijk op. En, oh, ja, dames en heren, volksverantwoordelijk. Nou, het scheelde niks. Op een iets wat klungelige manier werd zondag het EK wielrennen in Alkmaar officieel geopend. Ambassadeur en een wielrenner Laurens ten Dam deed dat samen met burgemeester Piet Bruinooge. Laurens had ook wel enorm veel pech. Ik weet niet of je gezien hebt, maar zijn zadel zakte in. Dus dan krijg je met die lange benen dat je als het ware op een klein kinderfietsje rijdt. Vanaf woensdag zullen de eerste wedstrijden in Alkmaar beginnen met een tijdrit voor de junioren. Zondag is dan het klapstuk met de wegwedstrijd voor de mannen. Laurens ten Dam ontwierp samen met Niki Terpstra het parcours. En veel mensen verwachten een massasprint, maar dat zou zomaar eens anders kunnen zijn. Ze denken allemaal dat het sprint wordt, maar ik denk dat ze na de eerste ronde nog wel even op mijn achterhoofd krabben. Want Niki heeft het samen met mij uitgezet en Niki is geen sprinter. En ik wist sowieso dat ik niet zou rijden, maar hij wilde gewoon ook Europees kampioen worden. Jammer dat hij gevallen is. En er zitten veel draaikeren bochtjes in, dus kan er wel iemand winnen in een ontsnapping of een sprint van een groepje. Het is niet gezegd, het is geen rondje ring, het is echt wel pittig. Je hebt natuurlijk de grote rondes. Het EK is wat minder bekend. Hoe belangrijk is het EK dan in het wielrennen? Ik heb het van de week ook nog een keer over gehad. Kijk, het is gewoon een trui. En binnen het profpeloton speelt wel. Het bestaat nu 3 jaar en het zijn steeds grote namen die hebben gewonnen. En die ook dus een jaar daarna in die trui hebben mogen rijden. Dus het speelt in het peloton wel. En je ziet wel, Viviani komt, Kevin komt, Groenewegen komt. Ze willen allemaal Europese kampioen worden en een jaar in die trui rijden. Dus ik vind het heel belangrijk in het peloton. Alkmaar zal de komende dagen moeilijker bereikbaar zijn dan normaal. En er wordt dan ook behoorlijk wat gemopperd over het evenement. Maar daartegenover staan dan weer de enthousiastelingen die de komende dagen hun ogen uit gaan kijken. Ja, extra week vrijgenomen komende week om echt naar het EK te kunnen kijken. Oh echt? En waar kijkt u nou het meest naar uit? De wegwedstrijd op zondag en verder gewoon alles lekker met z'n tweeën kijken. Moeder gaat aan het werk en wij gaan lekker wielrennen kijken. Ik vind het erg leuk. Ik hoor veel gemopper omheen, dat alle straten afgezet zijn. Maar voor mij is het alleen maar leuk. Ik denk dat wat er eigenlijk altijd wel is, als je eraan begint, dan ziet men vooral de nadelen. Maar als het dan eenmaal succesvol is, ziet men de voordelen. En de voordelen zullen voor Alkmaar gigantisch zijn.